Vanmorgen, ik ben net wakker. Ik ga zo werken. En ik heb samen geslapen met mijn broer. Die ook nog even lekker in mijn bed blijft liggen. Antea komt ook vandaag terug van vakantie. Dus die zullen jullie ook gaan zien in de vlog. Je loopt nu in de schaduw, maar het is echt weer heerlijk weer. En daar bouw ik altijd van als ik moet werken. Regen vind ik echt totaal niet erg als ik moet werken. Want dan ben ik toch binnen en zou ik toch niks doen. Maar nu is het echt lekker. Mijn broer is in Nederland en hij kan lekker uitslapen. En dan moet ik werken. Dat vind ik altijd wel kut. Ik vind het zo leuk om ook 's ochtends op deze kade te lopen. Er zijn echt wel veel mensen actief. Iedereen is of aan het sporten of onderweg naar zijn werk. Of kinderen naar school aan het brengen. Vind je echt leuk. Woehoe, klaar met werken. Ik ben even een video aan het uploaden. Chips aan het eten. Dit is echt mijn favoriete chips van het moment trouwens. De Doritos Cool American. Wat is jullie favoriete moment? Bij mij verschilt dat altijd. De ene week... Ja, een week. Om de 3 maanden of zo verander ik van chips. Doen jullie dat ook of ben ik de enige? Ik ben zo moe. Ik heb trouwens een aantal jaar geleden de ziekte van vijver gehad. En dat was echt bizar. Als ik dan naar school ging, dan kwam ik thuis. En ik wist niet dat ik het had toen. Als ik dan naar school ging en ik kwam thuis middags, dan ging ik gewoon meteen mijn bed in. En dan sliep ik en dan werd ik wakker gemaakt voor het eten. En daarna viel ik gewoon als een blok in slaap. En de volgende dag werd ik gewoon amper wakker. Dat was zo, zo kut. En na een tijdje dacht ik echt van, toen waren we met school naar Disneyland gegaan. Met de bus. En al die kinderen, die vonden het natuurlijk super leuk. En alleen maar schreeuwen en liedjes zingen. En ik was zo ontzettend moe. Ik kon gewoon niet meer. En ik moest echt slapen. En ik kon niet slapen in die bus. Dus ik kwam thuis. En ik zei, ja, ik ben zo bang voor bloedprikken. Maar we gaan een test doen. En tijdens die test ben ik ook echt flauw gevallen. Heb ik echt 20 minuten op de grond gelegen. Ik ben echt super bang voor bloedprikken. Dat wil ik echt zo min mogelijk voor de rest van mijn leven. En, maar daar bleek dus wel dat ik vijver had. En het enige wat je daartegen kan doen is gewoon slapen. That's it. Slapen. En het virus blijft ook voor altijd in je lijf zitten als het goed is. Misschien praat ik wel onzin hoor. Dat weet ik ook niet. Maar dat is tenminste wat ik destijds op Google heb gelezen. Ik ga even douchen, anders word ik nooit wakker. En het is 7:30. Ik ben wel Thijs en we gaan even wat eten in de stad met mijn vader. Dat je het weet. Even wat eten bij Palladium met Thijs en mijn vader. Hoi. Ah, oh, houd het op. Yummy, yummy, yummy. Elk pondje gaat door het mondje. Papzak. We hebben lekker gegeten. En het is nu 10:00. Lekker aan het dumpen kleden. Ja, je moet hier wat. Hey Mo, hier kunnen we een keer eten. Dan is het grappig, want jij wordt ook wel eens mama zo. Ik kan echt heel lekker eten. Sushi bij Momo. Oké. Okay. We hebben dat aan jou genoemd. Ja, omdat ik zo lekker ben. Oké, okay, hey, wat goed je weer te zien. Ja. Hey, Monica. Nou, nu de lift weer is gemaakt, kan ik zelfstandig naar boven via de garage. En dan de lift, gelukkig. Voor deze lift heb je ook een sleutel nodig, vandaar dat het kut was allemaal. Zo. Jee, hij doet het. Iemand had gereageerd onder de smoothie. Matthijs. Iemand had gereageerd onder de smoothie challenge. Of Matthijs een boer was, omdat hij zo praatte. Dus om het maar voor één keer uit de wereld te helpen. Ja, hij is geen boer. Ik kan ook echt geen hobby meer. Mijn broer en Antea hebben het erover dat ze het awkward vinden als ik ga vloggen. Maar Antea is natuurlijk terug van vakantie, dus hier is ze. Hoi iedereen!
Nou, ja, was dat nou zo awkward? Ja. Anthea heeft een of andere bonensalade. Wat zit erin? Oké. Witte bonen. Erwten. Ui. Heb je dit zelf gemaakt? Sperziebonen, ja. Oh, het stinkt ook, joh. Super lekker. Mm. Lekker hè, Monica? Want ja, de kamertje is zo leuk. Kijk dit. Oh, dat is zo leuk. Echt zo'n prinsessenbedje. Nou. Oh. We're going to sleep. Bye. Night, night. En Matthijs is weer zijn spullen aan het inpakken, want die gaat morgenochtend weer naar Parijs. Oh. Jezus. Doe normaal. Oké, nu ga ik echt slapen. Doeg. Toch niet. Ja, zo je bek niet houdt niet, nee.